Iwan Rasoelbaks, de waarnemend president van het Hof van Justitie, zegt dat het toepassen van ICT binnen de rechtspraak nog steeds in de kinderschoenen staat. Dit haalde hij gisteren aan in de congreshal bij de opening van het zittingsjaar 2019-2020. Hij is van mening dat het implementeren van ICT-toepassingen er grote progressie geboekt kan worden. De waarnemend president van het Hof van Justitie zegt dat er aan een integraal beleid gewerkt wordt op dit gebied. Er zal hiervoor nog een integraal beleid moeten worden ontwikkeld en de komende jaren worden uitgevoerd ten einde informatie over rechtszaken, processen en dossiers te ontsluiten voor efficiëntieslagen zoals snelle informatieverschaffing aan advocaten, justitiabelen en belanghebbenden. Als ook om snel managementinformatie te genereren voor specifiek uitgezette beleid binnen de 7 units. Rasoelbaks zegt verder dat indien het ICT-beleid niet planmatig wordt voorbereid, uitgevoerd en onderhouden wordt, er onnodige stagnatie zal optreden. Ook zal het onnodig veel geld kosten. Vandaar dat het Hof een ICT-informatiedeskundige wenst in te schakelen. De regering heeft onlangs goedkeuring gegeven voor het aantrekken van een ICT-organisatieconsultant voor het Hof, die met ingang van deze maand het Hof zal ondersteunen bij het ontwikkelen, beschrijven en begroten van beleid op dit gebied, gericht op het implementeren van zaaksregistratiesystemen, documentbeheersystemen en andere voordelen voor de organisatie. De tijd van handmatig registreren van rechtszaken, de stand waarin deze zich bevinden en het zoeken naar hardcopy dossiers en het kwijtraken van dossiers en stukken, met alle nare gevolgen van dien dus, zal hiermee voorgoed tot het verleden behoren. Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie, hij haalde verder aan dat de website van het Hof in werking is.